Yo, what's up kijkers, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen we Sleeping Dogs. Dit is een hele vette game, vergelijkbaar met een soort van GTA, True Crime, een game van vroeger, en Assassin's Creed in 1 ofzo. Het is echt een super vette combi. Zoals jullie zien is de game van United Front Games en Square Enix. En Square Enix was ook de maker van onder andere Tomb Raider, ook een dikke serie op mijn kanaal. We gaan vandaag dus beginnen aan Sleeping Dogs. Ik heb in een update video aan jullie gevraagd welke games ik als eerst zou gaan uploaden. En daar hadden jullie de keuze tussen Bioshock 2 als eerst of Sleeping Dogs als eerst. En jullie hebben gekozen voor Sleeping Dogs. Dat was overduidelijk in die comments. Dus wat we hier eventjes doen is de settings goed zetten terwijl ik gewoon verder praat. Jullie hebben dus gekozen voor Sleeping Dogs. En vandaar dus part 1 op dit kanaal. Ik zet eventjes het goed naar mijn tv. In deze video ziet het er heel anders uit. En dan denken jullie van, de hoeken zitten daar toch niet? Maar voor mijn tv geldt dat wel zo. Dus dat jullie dat snappen. Oké, de brightness is oké. Okay. Game and controls. Subtitles dan aan is ook chill. Dit moet op het hoogst staan. Geldt hetzelfde als je sensitivity. Camera hoef ik niet dan weer heel hoog, want dat lijkt me dan wel irritant als je in een auto zit en je camera gaat zo snel. Zoals jullie op de achtergrond horen was dat een auto. Of een motor, sorry. En dat komt gewoon omdat mijn raam open staat. Zonder raam open is het hier echt niet uit te houden, dus vandaar dat ik dat eventjes open heb staan. Maar goed, ik zal jullie eventjes in het kort het verhaal uitleggen achter Sleeping Dogs. We gaan natuurlijk een nieuw game starten. Er stond gewoon, it will override your autosave slot, terwijl ik de game nog nooit heb gespeeld. Maar goed, erg apart. Sleeping Dogs is een game dat jij als undercover agent in Hongkong bent. Je wilt een gang, oprollen. En dat doe je helemaal door in de kern van de criminaliteit in Hongkong te kruipen. Dus je doet allerlei criminele dingen. Zo kom je in de kern van gangs en allemaal andere groepen. En zo wil je ze vanaf binnenuit helemaal oprollen. En in ieder geval, dat doe je dus als undercover agent. Je hebt het Wei Shen. En dit is wat ik heb gelezen op het hoesje en in reviews. We gaan gewoon kijken nu naar de intro scene. Ze zijn al aan het praten, dus enjoy de video. We gaan eventjes opletten. Oké. 各单位准备，我睇实佢。你捉个威先先好啊。He's only. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? 条都几串喎。喂，有冇货 ？Yeah, you got the money? 喂，情报有变。咩啊？ 揾人截住佢啦！冇可能，我哋呢度太遠啦，老細我唔好亂嚟啊 ！Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. 睇下點 ？What? My shit's not good enough for you? 喂，究竟發生咩事啊？咩啊？邊撚過你？停手！喂喲 ！Come, come, my friend. Just Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? 你兇我！ 你知唔知我系边个啊 ？Holy shit！ 佢就 放 in 只 oar 嘛。伙计，唔好俾佢走甩啊！截住佢！我伤害我啊！Fucking hell！ Don't do it, man! Don't do it！ Fuck is that for super Chinese aap, man? Let's go! Let's go! Fuck, we hebben meteen alweer een dikke achtervolging hier. Oké, we maken nu dus kennis met de besturing van het freerun systeem ofzo. Kijk nou hoe fucking veel politie er is, man. En waarom is hij opeens zo snel? Wij zijn toch ook snel? Wat de hel? Wow, nice! Die was echt sick.
Oh, wow, wow. Ja, we gaan gewoon verder, joh, alsof er niks is gebeurd. Die geluiden zijn zelfs hetzelfde als GTA, man. Hij kijkt echt heel zielig nu, alsof hij staat te denken van, oh, mijn moeder zou echt teleurgesteld in me zijn, man. Prosperity, man. Oh shit, Jackie, mom. Lanaya, it is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, wait, man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie, ma, still looks good. Jackie, ma, is still the same old. But good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? It was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha! Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from old prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun On Yi. Got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole and the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Red Pole, too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang... Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there.
Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Wei Shen? Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. Oké. We hebben dus een best wel lang filmpje gezien. Een soort van, ja, introductie. Ik denk dat jullie het eigenlijk allemaal zelf wel snappen als jullie gewoon alles hebben gelezen en gevolgd en zo. Ik moet nu alleen eventjes de besturing doorkrijgen. En wat staat hier? Hier staat een rode iets wat leek op een collectible, maar het is helemaal niks. We gaan dus nu maar gewoon Jackie volgen. Wij zijn Wei Shen in het Nederlands, maar hun noemen het, hoe noemen ze het? Wei Shen of Wei Shen? Ik weet het niet. Dat horen we straks wel weer. Maar goed, laten we gewoon Jackie volgen en we zien wel hoe de missie verloopt, jongens. Dit is in ieder geval part 1 van Sleeping Dogs en ik vind de eerste indruk echt best wel sick. Wat ik cool vind is als er dingetjes in beeld komen, bijvoorbeeld updates of zo. Winston, the Red Pole now? All this territory is Winston's. But Dog Eyes is pushing in. If they're both Red Poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog Eyes always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole too. Oké, ik wilde niet door hun verhaaltje in lullen, dus laten we maar gewoon luisteren. Let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild paranoia. Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. Made it real slow and painful. Hey, Jiumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Liu Kai Di, I come to you. Leave him alone. I'll win. I'm gonna call the cops. I'm gonna call the cops. You're gonna call the cops. You're gonna call the cops. Hey, you don't talk to her like that. Stop it. Get off him. I don't care who you are. Let go of Jackie. I'm gonna fuck you up. Oké, dit zijn de badass Chinese people, man. Oh fuck, de basic combo's. Laten we maar gewoon beuken. Bam, kijk die heavy attackers, jongens. Oeh. Huppakee, dikke knie in zijn buik. Het vechten is wel even wennen, maar je voelt nu al dat het lekker aanvoelt gewoon. Bam, die ligt op zijn rug. Maar hij staat wel gewoon op alsof er niks aan de hand is. Tuurlijk joh. Oh shit, zag hem vliegen joh. Krijg met zijn kop in de bloempot gewoon. Auw. What the hell. Ai. Zo, die zijn even lekker afgemaakt jongens. Dan hebben we er nog twee. You kidding me? Dit is jong, man. Dat is het enige wat je hoort in die taal. Stel je spreekt die taal. Het is net of iedereen tegen elkaar loopt te orgasmen. Hey,
Dat is echt niet normaal, jongen. Dat, dan zeggen hun gewoon, hey, kom hier jij klootzak. En dan hoor je alleen maar een heel raar geheig. Juist. Oké, okay, dus als ze nu krijgt aan het ownen, en gooi je steeds een kop tegen de grond aan. Dat is best pijnlijk en zo. Bam, met je kop tegen de muur. Bam. Come on. Auw, het blijft echt fucking pijnlijk, jongen. Waar is trouwens meneer Superdude heen, die meteen ongelooflijk boos tegen Jackie deed? Die was meteen meneer Tattooman, met zijn coole oorbel. Oh, die staat daarachter. Die zat te vechten met Jackie ofzo. What the fuck zit die dude erachter te doen? I'm still here. Zo, met je kop in de bloemenpot. En nou jij, hè? Holy shit, auw. Ik denk dat hij pijn aan zijn ribben heeft. I look nasty, you okay? Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Ze hebben wel echt gigantische tieten voor een Chinese man, dat kan helemaal niet. Dat is echt schaars. Een Chinese of Japanse chick met dikke tieten is echt schaars daar. Iedereen heeft kleine tieties. Ook is het een heel raar onderwerp, maar dat is gewoon zo. Je ziet er echt maar weinig met gigantische tieten. Maar goed, het viel gewoon op, daarom zei ik het even. Laten we luisteren. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Hootsie all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Think I won't gay that leg, eh? I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie Mug, eh? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Oh, wait a minute. Dang Yatsang, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Dan Shok To Bao Ga. Where is she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You feel us? That's just crazy. Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about your friend. Oké, ik heb nu goed opgelet en ze noemen hem Wei. Wei Shen. En niet wij. Ja, duh, dat is natuurlijk Nederlands weer. Alright, you wanna be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Oké, en nu? Wat moeten we nou doen? Oh wacht, moeten we nog vechten ook? Tegen eigen gasten gewoon. Alleen maar om te checken of ik het wel kan, hè? Terwijl ik gewoon een dikke ninja kung fu master ben, man. Het
gaat alleen maar om timing. Daarom ben ik gewoon shit aan het testen nu hoor. Of het zo moet of dat het anders moet. Maar het gaat echt alleen maar om timing. Als je het niet op tijd wordt, dan of als je het niet op tijd doet, dan word je gewoon gehit. Dus het moet echt op timing, moet je op driehoekje klikken. Kijk, en dan doe je dat soort acties. Why did you get out of here? Dat was erg raar, want ik drukte wel gewoon op driehoekje, what the fuck. Auw. Hello, boy. What the fuck doet Dog Eyes daar? Trouwens, in dat filmpje pakte ik die gast nog gewoon in zijn benen en sloeg hem in zijn ballen. Laten we even luisteren, want iemand schreeuwde Dog Eyes. Oh shit. Hey, let me go, man, dan ja. Boss. We were just leaving. Tala, huh? And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song On Yi. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, Dog Eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Oh shit, het is wel duidelijk wat voor sfeer er is in deze stad. Die Dog Eyes is dus echt de fucking faggot gewoon die alles verpest. En die Winston dude die is een soort van aan de macht, maar Dog Eyes doet echt kut. Wat me nu al opvalt, deze locatie is echt sick. Ik vind het nu al echt een hele vette game. Vooral ook omdat het origineel is, want er zijn niet dit soort open world games geweest in locaties als Hongkong. Het is echt sick. Het is echt vet. Ik kan alleen nog een game herinneren van de PlayStation 2. En die game die heette True Crime. En dat was een soort van politiegame die half op GTA leek en toch weer niet en toch weer wel, toch weer niet. En het was een beetje een moi game en de ene was volgens mij in Amerika, ene deel, en de andere was ook een soort van Chinees gebied of weet ik veel, Japans, ik heb geen flauw idee. Maar dat leek er ook een beetje op, dat was wel vet. Of het was gewoon een stukje Amerika waar ze heel veel in Chinatown waren hoor, dat kan ook natuurlijk. Deze chick ziet er heel geleidelijk uit, dus ik koop wat. Ik wil wel graag een Dragon Kick chickie. Dankjewel voor de Dragon Kick. You mentioned your sister back there. Mimi? Yes, yeah, COD. Years ago now. After we moved to the States, she tried to kick that shit, but that sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country. The hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Joey Kwan sells pirate DVDs. Let's start with him. Hey, little brother. We work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course. No problem. Okay, we moeten dus nu geld vragen of collecten voor Winston. You know, this is going to piss Dog Eyes off. At some point, Winston and Dog Eyes are gonna clash, man. It's going to be epic. Winston versus Dog Eyes. Just like the movies, man.
Moet eens kijken, we gaan hier ook weer geld vragen. We're collecting for Winston. Winston? Dogguy said he's in charge here. Fuck Dogguy. I'm here to clarify that. What, you want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys. Don't be a tough guy. Hoppakee, bam. Jij bent niet bang, maar deze gast wel. I will pay. I'm glad I can make you see reason. Take the money. But Dogguy won't be happy. Fuck Dogguys, jongen. Oké, we gaan maar gewoon naar de volgende gasten. Die lichtval en al die neon is wel echt sick hoor. Het is wel echt vet gemaakt dit. We work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Ah, fuck jou man. Hey, fellas! These troops are moving in on your territory. Oh shit, dikke kung fu hero. Oh, kijk ons eens gaan, joh. En hoe meer we oefenen, hoe beter we worden in dit soort shit. Auw, dat was een slechte timing. Ik weet niet eens op welk knopje ik moest drukken. Het ging zo snel. Maar ja, fuck jou. Dan gooien we wel gewoon op een doosje, joh. Nou, dat had je niet verwacht, hè? En nu ook opeens wel geld geven, dan ben je echt helemaal een pussy, jongen. Heb je een message voor Winston? Hij is obviously better than Dogguys. Please give him this payment from me. I think we're almost done, but let's check over there. Hey, look at that guy, he's beating up that old man. Ja, what the fuck gebeurt hier? Weer door guys zeker, hè? Hallo, moza door. Ik moet hoor trouw. Dat is gewoon het enige wat hij zei. Nice. Waarom ontwijkt hij al die shit niet? Ze doen echt de meest slechte kicks en ik druk gewoon op driehoekje, maar het werkt. Auw. Fucking pijnlijk. Oh, moet jij hier met je kutkop? Bam! Nou, jij nog? Ik al die mensen daarachter ook kijken dan. Oh, holy shit. Ik hield gewoon die dikke kung fu trap tegen. Hou het tegen! What the fuck? Ja, en dat wel tegenhouden. Nice. Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. We need to get outfitted. Dus we moeten nu in het begin van de game kunnen we al allerlei kleding kopen. Dat denk ik niet. Dit alleen al. Rennen door die stad en over alles heen klimmen is vet. Ik zie daarachter zie ik iets. Maar ik ga wel eerst naar deze kledingshop toe hoor. Oh jezus, wat slecht jongen. Waarom zou je dit in hemelsnaam op je hoofd zetten?
Dit kan ik niet kopen. De sneakers. Wat heb ik in hemelsnaam voor lelijke schoentjes aan op dit moment, zeg. Er is amper keus bij al die kleding. Let me read that up for you. Thanks. Shop often. Get back to Winston. Ik heb echt de meest lelijke schoenen ooit aan. Die moeten we binnenkort echt even gaan veranderen. Want ik zie er echt uit als een fucking retard. Ik heb nu in ieder geval wel een nieuw shirt. Maar dat is nou ook niet echt dat je denkt van yeah. That was awesome, man. All this teen. It's like you were born to do this. Hey, Jackie. Hey, Macho. Hey, what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Oké, dat is een aparte dude. Volgens mij vertrouwt hij ons nog niet, maar dan moeten we gewoon zijn vertrouwen gaan winnen ofzo. Dit is in ieder geval part 1 van Sleeping Dogs. Ik hoop dat jullie het vet vinden. We hebben de mission gecomplete, de allereerste missie. Dit was de inleiding van Sleeping Dogs. We gaan veel meer vette parts maken en veel meer vette missies doen. Gok ik, nieuwe kleding kopen en al die shit uitbreiden. Tot nu toe vind ik het een vette game. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Ik bedank jullie voor het kijken. Like de video eventjes, vergeet niet te abonneren en check alle linkjes in de description. Ik spreek jullie gasten. Later.